met Auke Wietse. Wat staat er nou te gebeuren? Wat ben je aan het doen? Nou, we zijn nu op een wei naar de boot. Want elke keer dat er een boot aankomt, dan ben wij daar ook. Eerst ik, omdat we dus van de gemeente eventjes de ontheffing en de vergunningen even controleren. Maar we hadden daar zelf ook een belang bij, want we wilden ook in weten wat hier op het eiland komen. In het normale leven ben ik senior verkeer in Hoge Zand en Veendam. Dus een heel andere omgeving als hier op Schiermonnikoog. Heb je ook het gevoel van op zo'n eiland, ik ben even mooi fort? Nou ja, het is natuurlijk wel een voorjocht om op zo'n eiland een wurtje te maaien. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat had net iedereen. Wat maakt het dat zo mooi? Ah, de natuur. Denkt u ook, wat doe ik hier op het eiland? Nee. Het is politiewerk op het eiland is eigenlijk hetzelfde als het politiewerk op het vasteland. Alleen ja, je moet hier wat met andere manieren werken. Wat tactvoller soms soms wat met boerenverstand. Voor de rest is er natuurlijk, vergeleken met de festival, is er natuurlijk net vol. Dus je maakt jezelf en je vooral ik vermaaitje. De animo onder de meeste collega's is vrij groot om hier op het eiland te mogen werken. Dan steekt Simon Redmeijer de vinger ook omhoog. Ik wil wel. Ik wil ook wel, ja. En de volgende keer dan steek ik mijn vinger weer omhoog.